Dankjewel Jan-Tom. Dames en heren, ik las vanochtend in de krant een artikeltje over popfestivals. Dat tegenwoordig het volume moet opgedraaid worden naar 115 dB. Een normaal mens wordt er hartstikke doof van. Een popganger niet, want die is hij verplicht oordoppen te dragen. Maar de reden waarom is, omdat er anders gepraat wordt. Ik ben zo ontzettend trots op jullie dat hier een band akoestisch speelt, terwijl u nog luistert ook. En natuurlijk complimenten voor deze Down South band. Ik zat steeds te denken, de jazzband Down South speelt Sky High. Dat zie je ook aan de, twee mensen daar links. Fantastisch om een band te hebben met een banjo en een gitaar. Jongens, fantastisch. Leuk gezongen en leuke riedeltjes op de gitaar. Rien, op bas. Ja, Jan-Tom zei wel dat jij ook uit de streek kwam hier. Maar dat doet een beetje pijn, dames en heren, want hij komt niet uit de streek, hij komt uit Wierden. En het verschil, Jan-Tom, tussen Venlo en Heerlen is misschien wel groter dan tussen Wierden en Doetinchem. Maar je voelt toch een beetje als een Oosterling. Leuk gespeeld, dankjewel. Ja, dat is een gesprek zonder mij, ik ben er weer. Jonathan, fabelhaft gespeeld. Ik sta op Hollandisch. Hij is popdrummer, maar hij heeft zich verdiept in oude stijl. En oude stijl, die hoeft niet zo 7 packets te hebben en 5 trommels bij wijze van spreken. Wat hij doet, is exact oude stijl. Compliment. Lou, ik heb complimenten genoeg voor jou ook, hoe je na zo'n nacht, terwijl je van de trap gelazeld bent, zoals ik begrepen heb, nog zoveel conditie en ambassuur hebt om nog zulke mooie solo te spelen. Ja, Jan-Tom, ik ga nu toch maar even mijn blik op jou richten. Vanaf nu ga ik jou toespreken met Jan Bikstom. Ja, dat moet haast wel. En wat heb jij ontzettend mooie arrangementen voor ons bedacht en die mensen ook allemaal geleerd. Dat heeft wel tot één consequentie geleid. En dat is dat ik deze week bij de familie van de Bremen er nogal een beetje spannend aan toe ging. We hadden, dames en heren, woensdag een bestuursvergadering van Doetjes. En toen die afgelopen was, zei Peter, ik moet gauw naar huis, want ik moet de hele week ontzettend oefenen op allerlei arrangementen. En zeg maar eens, Peter, dat het niet waar is. Last but not least, over Peter gesproken, dames en heren. Zoals hij dat nummertje van Blues My Heart speelde op zijn sopraansax. Ja, het leuke is, en ik maak van gelegenheid meteen gebruik, Peter, om te zeggen, op 13 oktober speelt hij dat weer, datzelfde nummer, maar dan met de Spirit. Dan komt namelijk de Spirit hier spelen. 13 oktober, meteen het volgende orkest aangekomen. En ik stop er nu mee, want we vragen nog één keer de toegift van de Down South Jazz Band Sky High. En Henk, dankjewel voor de opnames. Dat is zeer bruikbaar. We beginnen met een toegift en dat komt dan weer uit het repertoire van Eddie Condon, niet uit Bex. Ik wil jullie niet lastig vallen met zulke moeilijke muziek voor het naar huis gaan. De Blues My Heart is Sweet. Ik doe het eerste koor alleen met de sectie en dan een boot laten. Dan samen en dan boot laten. Blues to me. Oh, the blues that's all.
Dankjewel. Dankjewel voor deze staande ovatie. Dat is ook niet van jou. Snoep rond tot de trombone. Peter van Bremen op de sax. Jonathan Schierhorn op de drums. Rien Kortman. Patrick Greven op de zang. Ron Willems op de gitaar. Ik moet nog even naar huis rijden. Jan-Tom Verenhout, de Downsoundjester. Ron verkeert, verkoopt u de gratis cd's als u interesse hebt. Tot de volgende keer, dankjewel. Onze leider Jan-Tom Verenhout.